Kipski, ik kan me nog herinneren, 3 jaar geleden ging het dak van de tent af. Destijds nog met Piet Philly erbij. Nu het main stage, het dak kon er niet vanaf, maar het was wel een geweldige show, of niet? Het dak van de hemel ging eraf. Kan je nagaan. Nee, het was echt heel leuk. Het was heel bijzonder om voor zoveel mensen te spelen, zo'n groot podium. En, leuke show met veel gastartiesten weer. Piet was er ook weer bij. En, een sterrencast aan blazers. Kaiman, Benjamin Herman, Amsterdam Klesmer Band. Dus, zag Velofsky. Velofsky, dus ja, het was een heel spannende show. En met die schermen, weet je, de greenscreen idee van Jori. Ja, voor de mensen die het op tv gezien hebben, het zijn allemaal trucjes. Echt hij verzonnen. Hey, maar met die gastartiesten, jullie doen dat inderdaad heel vaak. Hoe werkt nou zoiets? Is het gewoon een telefoontje van jongens jullie mee of hoe gaat dat? Nou ja, ja, in principe komen we de meeste mensen gewoon tegen en heel veel, eigenlijk iedereen die hier stond, daar hebben we al eerder mee gespeeld en het zijn sindsdien zulke goede vrienden geworden dat we, ja, het is bijna een belediging als je niet vraagt, weet je wel. Maar klopt wel, je moet ze wel even bellen van tevoren. Of een mailtje. Ja, kan ook. Ja. Maar ja, er zijn inderdaad mindere blazers dan Colin en Benjamin, denk ik. Ja, er zijn mindere. We zijn heel erg bevoorrecht. Hey, in hoeverre is improvisatie een onderdeel van jullie show? Nou ja, we moeten altijd improviseren omdat er van alles misgaat. Dus, heel belangrijk deel van de show. Ja, we moeten er heel goed in zijn. Ja. Hey, en het... Oh. Ah, nee, ja, we proberen elke keer wel net iets anders te doen en met andere artiesten samen te werken. Dus je hebt heel vaak wel dat je ter plekke gewoon de sfeer moet laten gaan en gewoon... Maakt het ook uit wat voor festival je staat? Ja, kijk hier, zo'n podium kun je natuurlijk heel groot uitpakken. Met die schermen, dat hadden we bijvoorbeeld in een klein zaaltje of in een klein tentje ergens anders niet kunnen doen. Dus dat is heel tof. We passen het wel een beetje aan op de plek waar we naartoe gaan. Dat is het leuke, elke keer net iets anders. Dus. Hey, op jullie laatste album stond nummer China. En jullie komen net uit China terug. Was dat de aanleiding van dat nummer? Een uitnodiging gelijk? Of? Het was wel een soort wishful thinking toen we dat nummer schreven en zo noemden. Toen dachten we van oké, we gaan nu zitten wachten tot we gebeld worden om naar China te gaan. Ja, precies. En het gebeurde binnen een jaar, dus dat was heel tof. En dat had niks met dat nummer te maken. Maar wat heel leuk was, we hebben daar in China met een traditionele Yankin speler gespeeld. Die het sampletje speelde wat wij gesampled hadden voor het nummer, waardoor het nummer überhaupt China heet. Dus het was voor ons ook heel bijzonder om dat tot leven te horen komen. Ze speelden echt heel virtuoos en het was echt een hele toffe samenwerking. Dus wie weet komt er nog een rerun op China en halen we een keer hierheen. Volgend jaar Pinkpop. Ja, dat zou mooi zijn. Want voor de mensen die jullie nog niet zo goed kennen, ik kan me bijna niet voorstellen, maar jullie spelen ontzettend veel in het buitenland, hè? Ja, nu inderdaad zijn we voortdurend, ik weet niet zo goed in welke tijd, we zitten allemaal in een soort andere tijdzone waarschijnlijk nog. Maar de afgelopen maand zijn we van Frankrijk naar Amerika, naar Engeland, naar China, naar Pinkpop gegaan. En nu komt binnen een maand. Ja, en dan de komende tijd wordt het nog Siget en Zuid-Afrika en weer terug naar Amerika. And nobody beats the drum! Yes. Nobody beats the drum, yeah. Check it out! Jori met Sham, Sham Solin, Gier van Zwaag. En we gaan ook de hele tijd naar België en zo, dus je jetlag waar je gek van wordt. Maar voorlopig nog even Pinkpop, gaan jullie zelf nog wat checken hier vanmiddag? Ja, we blijven hangen met z'n allen toch? Wat gaan jullie doen? Tentje? Ja. Er zit niks anders op, hè? Ja. Blijft gewoon een festival hangen. Ja, precies. Zometeen gaan de roze mutsjes op en dan mengen we ons. Ja. Nou, jongens, heel veel plezier en bedankt voor de mooie show. Yes.